dan wil je dat toch ook een beetje uitdragen. Van, goh, ik ben wie ik ben en ik mag zijn wie ik ben. En ja, de ene keer wat mannelijker, de andere keer weer wat vrouwelijker. Toen ik dus gebeld werd en of ik interesse had, toen werd ik uitgenodigd bij Remsen in het Amerikaan. Hij vond het belangrijk dat die mensen uit zo'n subcultuur eigenlijk, dat die gehoord en gezien werden, dat die ook een stem kregen. Het vinden van gelijkgestemden, het vinden van gemeenschappen, het vinden van voorbeelden, dat is echt een stuk makkelijker geworden vandaag de dag. Kijk, als je ontdekt wie je bent en je identiteit aan het ontwikkelen is, als je jong bent, wat ouder wordt, dan heb je niet zoveel voorbeelden. Wat je altijd eigenlijk hoort bij mensen, ik dacht dat ik de enige was. En nu is dat natuurlijk zoveel verbeterd dat je heel snel al voorbeelden kan zien inderdaad op internet. Dat je ook veel sneller kan verbinden met mensen die, waar je een klik mee hebt. En dus dat maakt het wel een stuk makkelijker, denk ik. En de informatie is gewoon beschikbaar. En toen, ja, kwam er maar eens aan. Dat was voor mij echt een heel belangrijke reden om mee te doen. En ook nu weer een heel belangrijke reden dat ik hier zit en je dit vertel. Dat, ik vind het belangrijk. Dat is goed.